Vetshamen is echt niet oké. Okay. Maar in deze aflevering wordt Haley juist beschuldigd van het vetshamen. Wil jij weten hoe dit is gebeurd? Check het dan nu in deze week update. De klas van Teerza heeft gym. Ze moeten allemaal laten zien dat ze een vogelnestje in de ringen kunnen maken. En bij de een lukt dat beter dan bij de ander. Dit is niks, hè? Oké, nog een keer. En go. Oh. Ik ga nu al een tijdje met Lot om. Maar het voelt net alsof we elkaar ons hele leven wel kennen. We hebben ook best wel veel meegemaakt. We hebben zelfs gezoend. Ik ben er best goed in. Trouwens, als je klaar bent, ik kan het je wel leren. Teerza helpt. Oh. Had je niet door dat Christine een beetje zat te flirten? Ik vind Christine niet leuk. Maar wie vind je dan leuk? Want sinds op school weet dat je lesbisch bent, is er best wel wat aandacht geweest. Ik vind wel iemand leuk. Wie is leuk? Jou. Ik. Wij zijn toch vriendinnen? Of? Jij bent misschien ook niet hetero en ik dacht dat je misschien iets voor me voelde, want ik bedoel, we hebben zelfs gezoend. En, ja. Ik weet het nog niet, oké? Okay? Of ik lesbisch ben of hetero. Ik kan dat gewoon niet in één dag bedenken. Bij mij begon het ook zo met twijfel. Misschien ik een meisje leuk vinden. Ja, maar dat is dus het ding. Ik heb dus nog nooit een meisje leuk gevonden. Vind je vrouwen knap? Ja, tuurlijk. Ik denk eerlijk gezegd dat je wel lesbisch bent. Maar als je niet op mij bent, ik weet niet of we dan nog vriendinnen kunnen zijn. Dus je moest niet alleen bedenken of ik lesbisch ben, maar ook of ik Lot leuk vind. En als dat niet zo is, wil ze geen vriendinnen meer zijn? Nou, ik heb echt een hele rare dag gehad. En ik weet ook niet heel veel meer. Maar ja, wat je natuurlijk eigenlijk wil weten, is of ik jou leuk vind. Toch? Ja. En dat is niet zo. Oh. Als je niet weet of je op jongens of op meisjes valt, hoe weet je dan dat je niet op mij valt? Ik denk dat je dat gewoon voelt bij iemand. En toen ik al helemaal als je hebt gezoend. En ons seizoen deed me eigenlijk niet zoveel. Ik wil niet dat dit gefilmd wordt. Je weet wat de regels zijn. Hou er eens mee op. Hey. Farid heeft al een poosje een vriendinnetje, Karma. En Karma is niet alleen heel populair bij Farid, maar ook op TokTok. Wow. Ja. Hoe is het? Ja. Blijven jullie altijd zo klef? Ja, en we gaan nog veel kleffer worden. Veel kleffer? Ja. Yes! Ja! Ik vind het gewoon niet tof dat mijn vriendin dit soort filmpjes maakt. Dit soort filmpjes? Ik vind dat Karma gewoon te uitdagen doet. Heb je niet gezien hoe al die jongens stonden te kwijlen net? Sorry, maar ik vind het echt onzin. We mogen toch zelf gewoon weten hoe we dansen? Als je een vriend hebt, dan doe je niet zo uitdagend. Uitdagend? Karma doet helemaal niet zo sexy of uitdagend. Ik bedoel, ze vindt het gewoon leuk om te doen en om te dragen. En ik ook. Ja, Lot heeft nog nooit een relatie gehad. Haar langste relatie was waarschijnlijk die kus met Teerza op het schoolplein een tijdje terug. Meiden snappen dit soort dingen misschien gewoon niet. Nou, misschien snap jij het wel gewoon niet en ben jij hier gewoon de gevoelige. Ik hoop dat je het met haar beter aanpakt. Kan er niet iets minder? Minder. Maar die filmpjes, doe iets minder sexy. Gezien ik zo uitdagend was. Ik zou het wel chill vinden als dat minder was, ja. Ik vind je helemaal niet uitdagend. Als Farid je een rotgevoel geeft, is dat zijn probleem en niet die van jou. Ze heeft eigenlijk wel gelijk. Het is niet alsof ik mijn best doe om super sexy te zijn. Precies. En ik ben gewoon mezelf. Haat ook maar. Hey. Heb je misschien zin om iets te gaan doen in de school? Het is ook prima om ergens een patatje te gaan eten. Nee. We kunnen misschien... Ik bedoel helemaal niks doen. Wil je thuis chillen? Ja, maar niet samen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. In ons? Ja, het was best wel een afknapper wat je zei. Ik heb liever een vriendje die tof vindt wat ik doe en niet. Zegt dat ik moet veranderen, you know? Je hebt me net echt keihard zitten afbranden voor Karma's neus. Ik dacht dat we vrienden waren, man. Ik ben alleen eerlijk geweest. Prima, heb lekker je mening. Als je gewoon nergens mee had bemoeid, dan was het nu nog gewoon aan geweest, ja? Ik weet niet of dat zoveel beter was geweest. Misschien heb je wel gelijk. Zie je? Ik heb je gewoon dienst bewezen. En wekenlang frustratie bespaard. Nou, laten we vooral niet overdrijven. Ik ga je echt niet bedanken, hoor. Brugklasser Haley houdt van eten. Maar in haar klas blijken nog veel grotere eters te zitten dan zij. Wat zijn jullie aan het kijken? Bibi is een mukbang aan het doen. Wacht. Waarom is Bibi eigenlijk niet op school? We hebben straks gewoon les en... Ze woont toch aan de overkant? Ze is net snel naar huis gerend om in een half uur al dat eten weg te stouwen. Zou het wel goed gaan met haar, denk je? Ik weet het niet.
dat als jij oplet, dat je de stof dan beter onthoudt. Hè? Snap je dat nog niet? Bibi, wat is er? Bibi! Bibi! Ik denk dat ze misschien misselijk is. Ja, ze maakt van die eetvideo's en zo. Ze is al vol vreten voor een paar likes. Straks zijn ze gewoon nog obesies of zo. Dat is echt niet leuk, hoor. Ja, daar ben ik het wel mee eens dat dat niet oké is. Maar ze mag toch zelf weten wat voor video's ze maakt? Misschien moet je even de dokter bellen, joh. Dit is al de derde keer deze week. Maar moest je nou kotsen of niet? Nee, gelukkig niet. Maar wel bijna. Het zat echt in mijn mond, maar ik heb het gewoon doorgeslikt. Ben je niet bang dat je over een half jaar echt hartstikke dik bent? Hoezo? Nou, weet je hoeveel calorieën in zo'n taart zit? Ik word heus niet dik, hoor. Ik bedoel, ik eet toch niet altijd taart? Vorig jaar was echt veel minder dik dan nu. Waar staat dat nou weer op? Heb je de nieuwe video van Bibi al gezien? Nee, maar dat boeit me allemaal ook niet. Als zij zichzelf wil volvreten, moeten ze dat maar lekker doen. Boeien. Ik zou hem toch maar even gaan kijken. Dus met Haley gesproken en mijn klas. En ze zei dus gewoon letterlijk tegen me dat ik dik ben. En ze was me dus letterlijk aan het vetshamen. Want ik bedoel, ik ben helemaal niet dik. Ik mag gewoon doen wat ik wil. Ik heb daar gewoon recht op. Haley moet gewoon gecanceld worden van dit. Want vetshamen, dat kan niet. Huh, wat is dit? Waar is Bibi? Hoezo? Wil je er nog meer gaan vetshamen? Wat is er met jou aan de hand? Ja, dat vroegen wij ons ook af, meneer. Nee, sorry hoor, maar ik kan hier echt gewoon niet meer tegen. Want toen ik gisteren volgens mij zei dat ik echt vet bezorgd was omdat ze zich ziek zit te vreten, waren jullie het volgens mij allemaal met me eens, of niet? Je hebt me gewoon beledigd, hoor. Ja, sorry als ik je heb beledigd, maar ik wil alleen laten weten dat ik echt bezorgd om je ben. Ja, en ik vind het ook echt vet hypocriet dat gisteren toen ik erover sprak, jullie het allemaal met me eens waren. En nu ze er is, dat jullie niks meer zeggen. Is dat zo? Waren jullie het er allemaal mee eens? Ik wilde gaan beginnen. Dus, pennen erbij en luisteren. Vraag 1. Het is weer een drukke vrijdagochtend in Huize Volmers. Farid, Milan en Jamie maken zich klaar voor hun laatste schooldag van de week. We wilden eigenlijk vragen of jullie vanmiddag alle drie meteen thuis wilden komen naar school. Miranda heeft vanmiddag een scan die aangeeft of de chemokuur heeft geholpen. En de uitslag daarvan willen we graag met jullie delen. Wil je misschien mee naar huis, naar school? Kunnen we gamen of zo? Zit je dat je er zin in hebt, Doe? Farid is echt heel gestrest de laatste tijd. Dus hij is niet heel chill om mee te hangen of zo. Wil je? Ik? Nee, je moeder. Hè? We gaan? Yes, we sleutelen vinden. We kunnen ook eerst even langs mijn huis en dan... Nee, dat is vet onhandig. Jamie. Hallo? Nog 5 minuten. Ja, ik ben onderweg. Miranda krijgt vandaag de uitslag over de chemie. Nou ja, die heeft ze al gehad en ik ga ze zo vertellen. En je kan zij erop zitten te wachten om mij erbij te hebben. Ze zullen het heus niet erg vinden dat je ook meekomt. Ik ken het Vommers toch ook gewoon? Nee, ik ga echt niet mee. Die uitslag is veel te belangrijk voor je familie. Daar hoef ik geen getuige van te zijn. Dus de uitslag is goed? Ja. Kom, neem een stukje taart, Farid. De chemo is aangeslagen. Dat betekent dat de tumor kleiner is. En we zijn er nog niet, maar die is natuurlijk goed nieuws. Gefeliciteerd met je pleegma. Ik zag de story van Jamie. Was het nou echt zo'n groot probleem om even te wachten tot die uitslag? Ik vond gewoon dat ik er niet bij hoorde op dat moment. En dat vind ik nog steeds. Nog steeds. Het komt alleen omdat je aan jezelf denkt. Sorry, ik denk alleen maar aan mezelf. Ja, jij denkt alleen maar aan jezelf. Heb jij er wel eens bij stilgestaan? Waarom ik er niet chill van over Miranda's ziekte te hebben? Ik ben namelijk denken dat toen ik zelf ziek was. En zelf dacht ik of ik dood zou gaan. Weet je hoe kut dat is? Weet je hoe kut het is om erna te denken of wat je ouders zouden doen als dat zou gebeuren? Want jij bent degene die alleen maar aan jezelf denkt. Middag. Tijdens zijn mentorles zorgt Farid ervoor dat hij zo ver mogelijk bij zijn ex Karma vandaan zit. Ik wil nu dat jullie allemaal een brief gaan schrijven. Een ouderwetse brief. En jullie gaan die brief zometeen aan elkaar schrijven. Ik was vooral bang dat ik Karma zou trekken, want dan moest ik haar weer een brief schrijven. Daar had ik dus echt geen zin in. Ik ben in ieder geval wel blij dat ik geen brief voor Karma hoef te schrijven. Net zo blij als Karma die jou wel heeft getrokken. Wat? Heeft Karma mijn naam getrokken? Karma vindt het vastgeinig dat ze mij heeft. Zodat ze me totaal kan persen in die brief. Wil jij misschien van loodjes ruilen? Ik heb Emma. Oh ja, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Top. Hier, alsjeblieft. Een hele fijne dag, dames. Fijne dag. Doei. Farid, jij mag als eerste. Hey Farid. Iedereen weet natuurlijk dat wij iets hebben gehad, maar dat het is uitgegaan. Maar alleen wij weten hoe het echt zit. Ik vind het knap hoe je het allemaal doet met je pleegmoeder die nu ziek is en zo. Ik hoop dat het snel beter gaat. Met haar en met jou. Lieve groetjes, Karma.
Nou, dat is een hele mooie brief. Heel persoonlijk. Complimenten, Karma. Heel goed. Hey Karma, ik heb me echt in jou vergist. Je gebruikt mensen gewoon als het je zo uitkomt. Daarom heb ik geen zin meer om voor je te liegen. Was dat het? Ik heb je geholpen door voor je te liegen toen je dat... hij tegen Van Morsels hoofd aan hebt gegooid. En als dank heb je mijn kaart gedumpt. Het wordt tijd dat de rest ziet wie je eigenlijk bent. Valskring, Farid. Zo'n lage actie om mij te verraden bij Van Morsels? Serieus? Toen ik hoorde dat ze die brief ging schrijven, ja... Ik dacht dat het een gemene brief zou zijn. Toch al sorry gezegd? Dat is ook wel lief van je, maar... als je wil dat ik je weer kan vertrouwen, dan... kan je misschien zeggen dat ze samen het ei hebben gegooid? Ik heb die ei helemaal niet gegooid. Als ik je weer kan vertrouwen, dan... misschien wil ik je dan weer terug. Dat van het ei, dat hebben we samen bedacht. Nou, dan mag jij je net als Karma de komende 2 weken iedere ochtend om 7:30 melden. Kijk, als jij zo stoer bent om zo'n respectloze actie te bedenken... dan moet je ook zo stoer zijn om de gevolgen te dragen. En ik wil er verder niks meer over horen. Dat denk je wel. Dat ik nog met jou te maken wil hebben en wat je me hebt geflikt met die brief. Ik zei net voor je te liegen bij Van Morsel te doen, laat je me weer stikken. Zie je nou wel dat je mensen gewoon gebruikt? Heb ik ooit gezegd dat ik dat niet doe dan? Besides, je hebt er zelf over geschreven. Je kon het weten dat ik het zou doen, toch?